Well, a bit enthusiastic and a bit spanning, natuurlijk, maar we zijn relaxed. Je was er het voorgaande toernooi niet bij vanwege een positieve test, nu ben je er wel bij. Wat gaat er om? Wat is het verschil? Het verschil in welke zin? In die zin van wat je was erbij nu. Ja. Ja, en is een andere motivatie voor de jongens. En ik kan van dichtbij beïnvloeden dan op een afstand. Dus ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Je hebt alle jongens tot je beschikking morgen. Jawel. Denk jij dat je het juiste plan al hebt om Olympia te neutraliseren, om ze onschadelijk te maken? Als ik die juiste plan heb om Olympia uit te schakelen, natuurlijk, en dan heb je vertrouwen als coach altijd in je speelstijl, in je speelplan, heb je vertrouwen. Maar als dat het is, dat moet die uitslag uitwijzen. Oké, succes morgen. Oké, dankjewel. Jozef, goedemiddag, Desni. Alles goed? Goedemiddag, Desni. Alles goed, ja. Oké. Je staat voor een heel belangrijke wedstrijd morgenavond. Je kent Olimpia al zodanig niet. Ze zijn ook een van de grootste ploegen in Honduras. 31 keer kampioen van het land geworden. Welke strategie ga je toepassen tegen hun? En sowieso ga je afstandsend voetballen. En, maar als je die ploeg niet kent, dan ga je natuurlijk. We hebben een paar beelden van ze, we hebben informatie. Ze hebben 10 wedstrijden in de benen. Ze zijn nu op de tweede plaats. Gisteren waren ze nog op de eerste plaats. Dus onze strategie is niets anders dan vanuit de gesloten verdediging voetballen. Ja, oké. Je zegt het zelf, ze hebben 10 wedstrijden in de benen. Als ik me niet vergis, hebben ze zaterdag met 4-0 gewonnen. Is het een nadeel voor jullie dat ze 10 wedstrijden in de benen hebben en jullie eigenlijk geen competitiewedstrijden? Het is een heel grote weerstand voor ons. We hebben zeker in 2 jaar niet gespeeld. We hebben geen wedstrijd in de benen, geen wedstrijdritme. We hebben geen sparringpartner om ons voor te bereiden, want geen enkele ploeg is in voorbereiding. Maar desondanks gaan we toch aan de wedstrijd hoeveel tegemoet. Wat heb je eraan gedaan om dit probleem eigenlijk te overbruggen? Gewoon het feit is dat je geen wedstrijdritme hebt en toch dat je morgen ready moet zijn voor de wedstrijd. Wat heb je aan gedaan? We hebben al het mogelijke dat in ons zat, hebben we proberen te doen. We hebben een paar wedstrijden gespeeld met buurverenigingen. Jongens die in de hoofdklasse bij topclubs uitkomen. En proberen we bij elkaar te brengen. Dan spelen we ook voor wedstrijden tegen ze. En voor de rest heeft Inter Moengotapoe alleen internationals. Zijn spelers die al eerder internationale wedstrijden hebben gespeeld. En ook voor de nationale selectie zijn uitgekomen. Dus we putten heel veel kracht daaruit van die internationale ervaring die we hebben. Natuurlijk zijn ze profs, wij zijn amateurs, maar we zijn in Suriname en we gaan voetballen. Oké, je zegt het mooi, we zijn in Suriname, we gaan voetballen. Prachtig, ik geloof daar ook in. Inter is geen ploeg, dus die grappen mag met dit soort dingen. Jullie spelen altijd aanvallend, maar we spelen zonder publiek. Is dat een minpunt? Is ook een weerstand. We zijn er niet gewend, omdat we een grote publiek achter ons hebben. Maar desondanks weten die jongens wat het belang is van die wedstrijd. Dus ik denk dat ze super gemotiveerd zijn. Dus publiek dat kan ze echt niet negatief kunnen beïnvloeden. Wat zie jij als belangrijkste factor morgen? In feite moeten ze relaxed zijn, cool. En vooral de opdrachten goed uitvoeren. Maar het grootste factor is morgen is vertrouwen in elkaar hebben. Oké, Jozef, heel veel succes en bedankt. Thank you, Daphne.